In 1825 liet de toenmalige heer van Brakel, Wilhelmus van Dam, de kerk restaureren. Het jaartal is nog steeds te zien op het hek van het koor. In het Rijksarchief in Arnhem bevindt zich een stuk onder inventaris nummer 804 over die opgravingen. Het luidt als volgt. In het jaar 1825, de 30ste der maand juni, is op last van de weledelgeboren heer Wilhelmus van Dam, heer tot Brakel, als gevolmachtigde administrateur der heerlijkheid Brakel, namens deszelfs moeder, de weledelgeboren vrouw Maria Aletta van Wageningen, douarière van Wijlen, de weledelgeboren gestrenge heer Dirk Willem van Dam, vrouw van Brakel en Rodichem als eigenaresse van de grafkelder A1768, aangekocht door Wijlen haar oom, de weledelgeboren heer Wilhelmus Wilhelmius, in leven heer van Brakel en Kleverskerke, van Wijlen den hoog weledelgeboren heer Anne Frans Wilhelm baron Piek, in leven heer van Brakel en Zoelen, en mede in kwaliteit van opperkerkmeester bij gelegenheid van de gemaakte veranderingen in de voorschreven kerk en het verplaatsen van de predikstoel naar het koor. Ene opgraving gedaan in het koor van vernoemde kerk, ten einde te onderzoeken of er enige kelder of begraafplaats ter vroegere heren of vrouwen van Brakel te vinden waren, na alvorens de onvoltooide en zeer beschadigde zerk op welke de kwartieren van Piek, Weije, Vijg, Avering, Gent enzovoorts nog zichtbaar waren, te hebben weggenomen, welke in het midden van het koor lag, gelijk met de dorpel van de koordeur, welke al daar in 1812 is gemaakt. Zo werd onder de gemelde zerk, welke 2 palmen dik was, enige aarde en zand en vervolgens een andere zerk gevonden, of liever gedeelte van dezelfde met enige randschrift in Duitse letters, zijnde dik 2 palm, 5 duim breed, 1 L, 6 palm lang, 3 L, 5 palm. Dezelfde lag 5 L, 4 palm uit de koordeur. Onder dezelfde werden gevonden 2 kelders. De eerste gelegen 2 palm zuidwaarts uit het midden van het koor, de tweede daarneven aan de zuidzijde, beide onder voornoemde zerk. Op de 4 juli des namiddags ten 4 uur werd de eerste kelder geopend. Aan de achter- of oostzijde in tegenwoordigheid van de weledelgeboren heer van Dam tot Brakel, voornoemd als mede van dezelfs zwager, den weledelgeboren heer H.A.F. Gobius Cornelis van Bijsterveld, kerkmeester Klaas Kieboom, poldersecretaris en dijkschrijver en de heer Christoffel Hondius, particulier benevens Andries Doelie, metselaar. Bevonden dat dezelfde was lang 25 palm breed, 6 palm 5 duim hoog, 9 palm binnenwerk en daarin circa 3 palm water, hetwelk uitgedragen zijnde ene lijkenkist deed ontdekken, welke deksel ingezakt en grotendeels verteerd was, en op de rand een doodshoofd en dijbeen. De kist uitgehaald zijnde bevond men in dezelfde een geraamte, hetwelk met de kist scheen begraven te zijn geweest, en de beenderen van 2 andere lijken, waarschijnlijk bij de begraving daarop gelegd, welke alle op plaats zelf door de genoemde kerkmeester en metselaar gereinigd zijnde, door de heer van Brakel vernoemd, eigenhandig in een daartoe bestemd kistje zijn gelegd en naar het huis te Brakel overgebracht, en aldaar door de chirurgijn Johannes Ramp en geëxamineerd zijnde is bevonden dat het geraamte uit de kist hoogstwaarschijnlijk een vrouw geweest is van fijn gebeente die jong gestorven is, een zeer fraai, zuiver, witte, ruim uit elkaar staande tanden had, de bovenste iets vooruit, zoals aan het afslijten van de 4 onderste blijkbaar was. De overige hoofden en beenderen waren van zeer grove en harde substantie en van middelbare grootte, zijnde vele tanden en meest kiezen behouden en daaronder kennelijk een eerst uitkomende kies.
Op de 5e juli des voormiddags 9 uur werd in tegenwoordigheid van de meer genoemde personen de tweede kelder geopend en mede met water bevonden, hetgeen uitgedragen zijnde en de kelder opgemeten zijnde is bevonden dat dezelfde was van dezelfde lengte en breedte als de vorige, doch hoger, te weten 10 palmen, 5 duimen. In dezelfde was een meer dan de vorige vergane eik. Kist en ook de beenderen schijnbaar veel ouder als de uit de vorige kelder. In dezelfde lag een bijna vergaan geraamte en daarachter aan de westzijde 2 opgestapelde hopen beenderen van 2 lijken, als het welk behoorlijk geëxamineerd zijnde deze kelder dadelijk weder is toegemetseld. Vervolgens zijn de beenderen uit de eerste kelder in een daartoe vervaardigde eiken kist gelegd, in de eerste kelder teruggebracht en deze daarop al mede toegemetseld. Al het welk des namiddags ten 4 uren afgelopen zijnde, zo is er van het tegenwoordig proces verbaal opgemaakt en getekend op het huis te Brakel des avonds ten 7 uren. Ondergetekende zijn Van Dam tot Brakel, H.A.F. Gobius, C. van Bijsterveld, K. Kieboom, C. Hondius en Andries Doelie. Tot zover. Na de restauratie van de kerk in 1825 zijn de in het proces verbaal genoemde zerken overgebracht naar de zuidwestelijke toren van de ruïne Achterhuis Brakel. Daar werd een gedeelte van de toren hersteld en daarin een muur waarin de zerken samen met nog meer bouwfragmenten ingemetseld werden. Linksboven het poortje bevindt zich een gedeelte van de zerk met gotische letters waarop N. van Werdenburg te lezen valt. Rechts van het poortje zit de grote zerk met daarop nog duidelijk zichtbaar de familiewapens. Links boven het wapen van Piek, links onder het wapen van Weijen. Andere bouwfragmenten uit de muur zijn in de loop der eeuwen verdwenen. Boven het poortje zat een steen met daarin de jaartallen 860, 1321, 1407 en 1672 gegraveerd. Jaartallen die te maken hadden met de geschiedenis van het kasteel Brakel. Op de plaats van de vorige zerk in het koor is een steen met 2 ringen gelegd met daarop het opschrift Topargarum in Brakel et Rodichem.